Even een snel update voor mijn kanaal tussendoor. Ik ben aan het wandelen met de jongste dochter. Ze is naar de paardjes aan het kijken. Nu, er loopt een veulentje. Zie, bij dat wit paard loopt een veulentje. Maar wat ik eigenlijk wil vertellen, ja, dus voor dit kanaal, er zijn niet veel uploads geweest de laatste tijd. En ik hoop dat er niet veel wind is, ook voor het geluid nu. Maar de reden eigenlijk, ik merk gewoon, ja, dus sowieso, ja, de kindjes vragen veel tijd. Maar ik merk, eigenlijk is dat niet het probleem hoor, want ik kan perfect met een, dat is een schoon veulentje. Ik kan perfect gaan wandelen. Of gaan fotograferen op straat met de kindjes, dat kan perfect, dus dat hoeft zeker geen excuus te zijn. En ik heb dat ook gedaan, je zult dat wel al gezien hebben in bepaalde video's. Gaan we verder wandelen ondertussen? Ja, wordt toch geduldig, hè? Ze is oké in de buggy zolang dat je wandelt. Als je stilstaat is het een beetje lastiger, dus ik ga gewoon doorwandelen. Maar ja, ik merk gewoon dat de mensen die kijken niet altijd, ik ga het anders formuleren, het ligt niet aan de mensen die kijken, totaal niet, het ligt niet aan jullie. Ik merk dat de video's die het echt goed doen, dat zijn niet de video's die ik wil maken, daar komt het op neer. Dus ik ben er nog niet helemaal uit hoe ik het ga oplossen, eigenlijk wat ik wil maken. Misschien wat ik wil zijn echt video's, dus ik denk dat mijn video's die ik liefste maak, dat zijn de straatfotografie video's. Dus eigenlijk, of eigenlijk gewoon echt de fotografie specifieke video's waarbij dat ik een bepaalde fotoopdracht, ik zeg opdracht, maar het is niet dat ik betalende opdrachten doe, dus gewoon een fotosessie eigenlijk. En heel vaak, in mijn geval, zijn dat heel vaak straatfotografie sessies. Maar er zijn ook bijvoorbeeld sessies geweest dat ik gewoon foto's ga nemen van mijn motorfietsen ofzo bijvoorbeeld. Ik ben veel, elektrische motorfietsen. Ben veel met motorfietsen bezig, ook elektrische motorfietsen. Niet alleen elektrische trouwens. Ja, ik merk gewoon dat niet per se de video's zijn die opgepikt worden. De video's die het meest opgepikt worden zijn zo product-specifieke video's. Waarschijnlijk omdat de mensen zoeken naar bepaalde producten en dan zo op die video's terechtkomen. Hè. Maar dat is helemaal niet het soort inhoud dat ik wil maken. Dus ik ga mijn best doen om daar. Ik heb wat geëxperimenteerd om toch zo. Wat voorbeelden van video's zijn, bijvoorbeeld waarbij dat ik over die 4G-oplossingen praat. Maar ik merk gewoon dat ik veel meer die video's moet maken en dat ik graag maak. Zijn de straatfotografie. En ik denk dat deze ook al. Ja, volgens mij heb ik dat nogal gezegd. Hè. Maar ik ga er werk van maken om echt zoveel mogelijk straatsessies. En ja, dat vind ik ook belangrijk. Hè. Dat zullen ook al de mensen die dan volgen voor mijn straatfotografie, zullen ook al gemerkt hebben dat ik niet alleen de gelukte, de geslaagde sessies deel. Ja, ik maak deze video dus eigenlijk gewoon om een klein beetje te proberen uit te leggen waar ik naartoe wil met dit kanaal. En voor dus al de mensen die kijken naar dit kanaal omwille van de video's rond de 4G-oplossingen, of andere product-specifieke dingen. Mocht gerust blijven kijken, maar dat is niet het onderwerp van dit kanaal. Dit kanaal is eigenlijk echt over fotografie. En ik ga mijn best doen om mij daartoe te beperken ook. Ik heb ook nog andere kanalen. Ik heb bijvoorbeeld ook een podcast over fotografie. En die doet het eigenlijk ook goed, hè? Allee, goed, ja. Ik heb daar een publiek van. Kijk hoe mooi licht. Oh, je ziet dat niet op video. Het is mooi licht. Ik heb eigenlijk een publiek van, wat is het, denk gemiddeld rond de 90 luisteraars per aflevering, zoiets. Dat is dus een podcast over fotografie. Denk als je zoekt Lichtkast of Vlaamse podcast over fotografie, dan komen er wel op uit. Het leuke daaraan is dat de luisteraars, die zijn echt alleen met fotografie bezig. En die stellen dan ook vragen specifiek voor fotografie enzovoort. Maar goed, ik ga deze video hier afronden. Wat ik eigenlijk dus wou zeggen in een nutshell, in een notendop. Dit kanaal gaat over fotografie. En de video's die ik echt graag maak, dat zijn de video's over straatfotografie. Dus daar ga ik er zoveel mogelijk meer van delen en maken. Maar goed, graag tot een van de volgende video's. Hopelijk over
over straatfotografie of een ander onderwerp dat ik gewoon echt over wil praten. Is dat wel bolletje? Ja, ik zeg de jongste dochter. Het zal de jongste dochter blijven, want het kindje dat op komst is, is dus een jongetje. Hè. Dus dat blijft altijd de jongste dochter. Straf, hè? Ja. Is het lekker? Zijn je ritsen aan het eten? Allee, we gaan verder wandelen voordat je ongeduldig wordt. Met je mooie sokken.